Samen met loonwerkers houdt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer velddemo's. In deze aflevering aandacht voor het gebruik van verschillende lichte meststrooiers. Nou, dan zijn we bij de allereerste strooier. We hebben vandaag een aantal machines voor meststrooitechniek laten zien. En met name aangepaste strooiers voor in het voorjaar te kunnen rijden. Voorafgaand aan deze demo hebben we alle machines gewogen en ook de bandafdruk gemeten in het land. Er waren best wel wat verschillen tussen. En een grote strooier weegt natuurlijk veel, maar doordat er veel banden onder zitten, blijkt uit de praktijk dat banden heel veel zin hebben in het verminderen van bodemdruk. Dan gaan we door naar de Bergman, die staat achter deze grote strooier. Het leuke aan vandaag is dat boeren echt 6 verschillende machines tegelijkertijd kunnen bekijken, wat niet zo vaak gebeurt. En dat ze daar ook met elkaar en met de loonwerkers over kunnen hebben, wat nou echt het beste bij hun eigen bedrijf zou passen. Ja, interessante bijeenkomst, veel te zien, want er is gewoon meer mogelijk op het gebied van techniek dan de meeste mensen denken. Nou, er staat hier achter mij nog een strooier waar ik wel enthousiast van word, met een gewicht van 7500 kilo. Waar we bijvoorbeeld voor onze zaaiuien uit aan vaste mest kunnen strooien. En wellicht dat we in de toekomst dat we daar gebruik van kunnen maken. Je ziet ook steeds meer dat telers experimenteren met andere soorten van mest. En bijvoorbeeld voor de peenteelt uit of voor de uien uit. Zeker in de biologische landbouw, maar ook gangbaar komt er steeds meer interesse om eigenlijk met een stukje vaste mest ook voorafgaand aan de teelt kunstmest te besparen en ook aan het gewas langwerkende mest mee te geven die gedurende het seizoen continu mooie mineralen afgeeft. Wat ik zelf altijd naast mineralenbesparing en plantenvoeding belangrijk vind is eigenlijk dat vaste mest altijd heel waardevol is voor bodembiologie. Bodemleven, bodembiologie. En of je dat nou in het najaar geeft of op deze manier in het voorjaar, dat kan met kleine beetjes voor de bodemvruchtbaarheid heel waardevol zijn.